uit. Fucking uitstappen. Ik zweer, ik zit je dood als je iets doet. Uit je fucking auto. Yes mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn en in deze video heb ik een beginnende storyline. Ja, nu zie ik jullie gelijk denken van beginnende storyline. Ja, ik heb met Mo heb ik een conflict wat loopt, waardoor ik heb hem een keer opgepakt en dat vond hij niet zo leuk. En sindsdien hebben we eigenlijk een beetje een loopt conflict. En ja, Mo is een persoon die heeft wapens, vuurwapen ook. En hele goede connecties met andere mensen met vuurwapens. En die zit eigenlijk mij gewoon op de hielen en die wil mij spreken. En dat gaan jullie zien in deze video hoe dat eigenlijk afloopt. En ja, het is een beginnend iets. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vergeet daarom ook zeker niet even te abonneren hier beneden. Dat is heel gratis. Doe ook zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. Zodat ik kan zien dat jullie het tof vinden. En dat, dat het gewoon vervolgd wordt. En laat zeker te weten even weten of jullie dit tof vinden. Dan gaan we nu lekker starten met de video. Veel kijkplezier. Anders worden ze meteen allemaal vervolgd. Weet jij wat het is bij ons? Nee man. Hoe is die man? In het noorden. Hey, hoe is die met je dan? Hallo. Ja, maar ik rijd nu ook even koppel, dus. Hey. Hey, hoor je me of niet? Ik hoor je zeker. Ja. Oké, maar hoe is die met je, vraag ik? Goed. Yes? Ik rijd nu parallel aan ons. Doe, doe voorzichtig. Is het Ja, anders gewoon 112 bellen. Ik ben dit keer met de vriendelijke. Je mag hoeveel mensen mee willen. Je mag me gelijk fouilleren en shit. Ik heb niks, echt niet. Ja. Ik wil gewoon rustig maar praten. Maar gewoon 112 bellen. Als je niet veilig voelt, gewoon ik zeg net, je mag me gelijk fouilleren. Ik ga ergens waar jij wil, ga ik heen komen. Ik doe mijn handen omhoog gelijk, nee. Ik kan gelijk mij checken. Ja, maar gewoon contact verbreken en dan kwetsen. Waarom zou je willen meeten? Waarvoor? Omdat ik jou even wil spreken, man. Waarover? Dat kan ook via de telefoon. Nee, dat kan niet via de telefoon. Sommige dingen kunnen niet over de telefoon. Nee, schieten is lastig over de telefoon inderdaad. Wat? Schieten is lastig spannend. Over de telefoon. Ik ga je toch niet schieten, ik heb toch niet eens pistool, man. Ik heb jullie al afgepakt. Bladders. Ja, vanmiddag is mijn... Ja, vanmiddag is die afgepakt. Dus, echt? Dus we zijn nu wel met z'n tweeën. Dus ik heb geen pistool meer. Gegaan omdat hij zo bedreigd wordt. Oké, maar Dus wil je nu wel muten of niet? Ik weet het niet. De rechter voorgelezen of rechter ik hoor. Ikea? Twee keer. Ja, ik heb het één keer ik ben niet zo bekend. Van de locatie. Ja, ook dat. Had niet geen wapens bij of zo, wel wat voetjes en zo. Wat zeg jij? Daar nu heen dan, want dan ga ik daar ook nu heen. Ja, nee, ik hoor nou 6 stemmen door elkaar. Ik hoor Porto en degene die naast me zit en jou. Oké. Joep. Oké. Wat gaan we doen? Modi komt deze kant op. Hallo. Hoi. Je bent zeker niet alleen. Wat dan? Jij zegt net tegen mij, wij rijden nu bij de IKEA. En je zegt daarna, ik ben alleen. Waarom zeg je eerst wij dan? Je kan het gewoon eerlijk zeggen als je met meer bent hoor. Ik weet niet of je me wil fouilleren voor shit. Want zit ik heb overal. Niks bij me. Ja, maar jouw maatjes kunnen wel wat bij zich hebben. Mijn maatjes? Welke? Ja, ik zag die Cela net al rijden. Oh, die? Ja. Dus, Mo. Ja, ik heb Willem Hunt. Vertel, wat wil je? Ik wilde gewoon weten hoe het met je ging, man. Goed. Nou, die vorige keer. Ja. Leek je wel pijn te doen en shit. Hallo, is het Bjorn? Weet ik niet. Oh, dit is Bjorn. Jou moeten we hebben. Waarvoor? Wij hebben een, nieuwe drip uitgevonden. Nieuwe drip. Ja, kijk, dit is het nieuwe Mo-drip. Ewa. Hey Mo. Hoe is hij dan? Ja, goed. Maar waarom moet je met zoveel man komen? Ja, weet ik niet. Ik denk, jij komt met 4 man of zo. Nee, tuurlijk niet. Ik jij komt met al je vrienden. Wij komen met al onze vrienden. Ja, ik denk, ik neem hem mee, want ik dacht, je gaat gelijk bij dood maken. Nee, tuurlijk niet. Ik vertrouw jou. Wat vertrouw jou niet? Vertrouw je me. Nee, ja, dat zie ik. Dat is zo dom. Dat is zo dom. Ja, stom, moet ik mijn noodknop al indrukken? Maar wat zei ik nou als eerste? Ja, doe dat net. Wat zei je? Ik zei iets van, ik ga je doodmaken, toch? Ja.
Dus? Wil je dood of niet? Denk jezelf, voel ze aan je voorhoofd. Oh, je gaat nu nog stoer doen. Tuurlijk, altijd. Maakt niet uit, wie is de telefoon of radio live? Weet je zeker? Ja, altijd. Hij bericht nog heel, heel zeker. Jim, je hebt kunnen afzagen richting Palito B, maar gaat weer om opgebeld. Dit keer door de dader, dat het werkelijk een persoon zegt ze. Er aan zou gaan in Palito B. Ja, ga je normaal doen nu of niet? Palito B is het, dat is nog wel een kleine groep. Je bent naar de grond. Zeker. Ik ben goed hersteld, lijpe bodycam. Gelukkig. Lijpe bodycam wel. Ja, niet vergeten hè, man. Nee, nee. Dat hij gewoon opneemt. Dat hij dingen vastlegt. Ja, ja, ja. Maar gaat hij ook gewoon nog, kan je gewoon live meekijken, zeg maar? Nu niet. Oké, dus alleen als je hem, zeg maar... Oké. Nou ja, ze kunnen in principe wel via het netwerk, kunnen ze eventueel... Ja, dus ze zien mij nu, zeg maar. Ja. We zien de auto op de achtergrond, alles zien ze. En maar, waar is je grote mond heen, man? Welke grote mond? Ja, deed altijd grote mond tegen mij. Oh, ik pak jou, ik pak jou, ik pak jou. Grote altijd mond. Zo, hè? Grote mond heeft niet altijd zin. Niet altijd, nee. Nee. En op dit moment ook niet. Nee, dat weet ik. Ja. Hé, hey, maar vriend. Jij dacht echt... Jij dacht echt serieus dat mijn pistool was afgepakt door de politie? Nee. Je leek heel blij. Ja. Ja, dat leek ik, ja. Maar misschien ook wel niet. Tuurlijk is hij niet afgepakt, pannenkoek. Nee, dat had ik al lang verwacht. Ik heb hem nu gewoon bij me en ik ga hem nu op je richten. Oké. Mag ik het doodschieten? Doe gewoon maar niet. Doodschieten. Doe maar niet. Doe maar wel. Doe maar wel. Dat gaan we zeker niet doen, man. Ik ga je gewoon letterlijk doodschieten hier. Waar iedereen het ziet. Oké. En nu? Echt waar iedereen het ziet. Nu? Je deed koude stoer tegen mij en nu heb je niet eens grote mond. Oké. Oké, maar je bent niet boos op mij. Kijk, jij zei tegen mij van... ja, ik ga je op de hiel zitten, heel team op je zetten. Ik heb nog niemand gezien, man. Nee, maar dat hoef je ook niet altijd te zien. Oh, dus er waren... 2402 is er nog een airpad casino, vraagt ik hoor. Weet je, ik denk niet dat ik kwijt. 0501 is in ieder geval gewoon op HB. Ik sta momenteel bij die gozers. Ja. Want Vangeleer Blanco geeft aan dat ze identiteitskaart toch inzet. Nu ga ik je met... Okay. Herhaal? Ik ga het niet proberen. Want, wat ga je doen? Je ligt mee. Oh, je maatjes roepen. Wil twee herhaal? Je duikbril op die fucking grond hier. Kijk, daar is die grote mond waar ik het over had, hè. Nou, dat valt ook wel in mij. Maar wat wil je raken? Kan ik gaan? Waar raken? Nee. Oké. 501, herhaal laatste bericht over. Wat gaat er gebeuren als ik nu instap? Dan ga ik je doodmaken. Okay. Maar dat ging sowieso al, dus. Oké. Hé, bladder. Bladder? Ja. Als ik een bladder ben, dan weet ik niet waar jij bent. Sasso. Oh, ga je zo doen nu? Zeker. Moet ik je mappen? Kan het doen. Oké, okay, mag ik het? Ik niet proberen. Vraag de heer Blanco om een raadsman of advocaat, hoor. Ik ga het doen. Negatief, nee, heeft echter geen legitimatie bij mensen bezig. Je kan heel zenuwachtig bewegen. Maar wie ziet het zo wel? 4206, kom eens uit voor de 4202. Wat doet die knakker daar achterin? Waar? Wat waar? 4203. Oh, deze hier staat erin over. Is daar nog 3,602? Ja, 02 ga ik weet niet wie dat is. Gaat hij nog in de buurt van casino, vraag ik hoor. Ja, een kilometer ongeveer. Ja, ga gewoon heel zo in, man. Zou je even de heer Blanco zijn voertuig kunnen kijken of een legitimatiebewijs of? Ja, doe rustig, doe rustig. Ja, positief. Mogen we alsjeblieft even vandoor? Ik ga je doodmaken hier. Twee. Mercedes GT. 05102? Is dat bericht? Ja, de mannen hier, Willem Hun en Mark van Plakjes, die zouden graag raadman willen zijn van de heer Blanco. Zou u hen eventjes kunnen laten bellen? Ik ben hier voor mijn bumper gaan lopen. Nee, wat wil ik je zeg doen? Je stap uit. Fucking uitstappen. Ik zweer, ik zie je dood dat je iets doet. Uit die fucking auto. Hoor je het niet of zo? Ik zweer het je, als je iets van je fucking. Handjes mogen omhoog. Op de grond nu, klauwen laten zien! Klauwen laten zien! 501 aan rijden, schoot wel. Blijven liggen nou! Op de grond! Jij ook, wapen laten vallen!
Wapen laten vallen nu! Er zijn meer mensen mee ook. Oh, jullie zijn zulke bladders. Hey, is mijn kont lekker of niet? Ja, 4206 urgent. Eenmaal persoon met vuurwapen geneutraliseerd. Nog een persoon op de grond. Zijn met z'n tweeën hierover. Locatie? Was dat de melding? Aan het einde. Ja, positief. Melding schoten. Op de grond nu! Wat is er? Op de grond! Wat is er? Klauwen laten zien op de grond nu! Ik heb niks bij me. Op die grond! Nee. Ik wacht, Mercedes hoor. Zo wel op staan. De grond of heb ik kogel in je knie zitten? Liggen nu! Het is zo goed. Ga ontvangen, dankjewel. Liggen! Het is zo goed. Op je knieën! Op je knieën nu! Je miste. Hij is nog 1,7 van de 0-2. 501. Gemeld ze alle drie als raadsmiddelmacht in een vraagteken over. Hey, hoe lang nee, negatief. Die Gerard Boersma of hoe die ook heet, dat mag niet over. Ja, hey, boeien, dat is overige twee wel, ja. Dan vraagteken. Yes, positief. Ik heb niks gedaan, man. Ik heb niks gedaan en je bent erin. Ik ben erbij. Wat zei je? Ja. Ik ben erbij. Oké. Okay. Oh, wacht even. Het is niet moeilijk. De achterste persoon heeft sowieso een vuurwapen, maar die is aardig geneutraliseerd. Ik heb ook een voerwapen. Ja, ik hoorde ook nog een mondeltoffie ergens. Oké. Okay. Ja, heb ik ook. Let op de omgeving in ieder geval. Hij heeft meer vrienden dan dit. Niet. Ik heb het... Omdraaien met je gezicht richting de dienstauto op je knieën. Ja, hij blijft even liggen. Leeg, kan jij... Dat is keuze dat je een wapen... Omdraaien! Hé, laat me even mijn wapen wegstoppen. Omdraaien! Ik zeg, laat me even mijn wapen wegstoppen. Naar achter lopen. Ik heb niks kunnen vinden in het voertuig van de kruimel. Op je knieën. Op je knieën. Hey, doe het rustig, man. Je hebt me voor saus gepakt, man. Fuck ja. Kun je naderen, maar, Rens? Ja. Ja. Boeien hem sowieso maar. Mm-hmm. Ik loop naar de winkel. Goed, je bent in ieder geval aangehouden, mogelijk betrokkenheid. En het is op de winkel vervangen. Ja, mogelijk betrokkenheid bij het schieten met de vuurwapen. Bent u de antwoord verplicht? Dat krijgt paraat. Ik wil even dat wapen af. Ja, ja, ik heb vuurlijn nog op hem. Begrijp je dat? Nee. Bij je mag maar een geweer. Zo. Oké, top. Ik ben ook geraakt in mijn. Net op je vest? Ja, in mijn vest. Ja, ik... Schamschot op mijn half. Ja, ik zag hem het pistool trekken. Ik denk, ik twijfel niet, ik schiet. Ja, groot gelijk. Groot gelijk. Goed. Top dat je erbij was. Kleine inschattingsfout van die gasten. Ja. Maar ik ga in ieder geval even zitten, man. Ja, collega, hij loopt...